Nu hebben we tijd voor een goed verhaal, jongens. Er was eens een SimOrbit 2. Echte viertakt meuk. Maar het zijn wel redelijk betrouwbare scooters voor bezorgwerk. Nou is het natuurlijk helemaal niet waard dit spul, maar goed. Hobby. Leuk. Er was dus iemand, hè. Die heeft deze scooter gekocht. En denkt, laat ik me eens opvoeren. Dus die koopt voor een paar tientjes AliExpress een 70cc cilinder. Moet ik zeggen dat op zich deze cilinder er best wel goed uitziet. Maar goed, die jongen die kreeg deze pin niet zo goed hierin. Dus toen had hij een heel goed idee. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Hij heeft gewoon deze pin die hierin zit, hierin gedaan. En dan krijg je dit. Hij heeft de scooter gestart. Kon volgens mij 100 meter rijden en toen ontplofte de boel alweer. Want er staat natuurlijk veel te veel speling op die pin. Die pistonpen is daar niet voor bedoeld natuurlijk. Maar goed. Dus de andere kitje is nog heel gelukkig. Dus gaan we dat erop zetten. Maar ik had hem wel uit elkaar gehaald, want het wordt in bekijken. Maar dan missen stelzuigerveer. Dus ik weet niet waar, wat hij met zijn hoofd heeft. Maar dat werkt niet zo. Zie je die onderste die missen? Nou goed. Ik heb nog even een nieuwe zuiger besteld, compleet. Nieuwe pakkingen. En ik zal even kijken of ik een foto kan toevoegen, maar het blok is al schoon, ik was schoongemaakt. En eigenlijk net zoals die AGM, het is een beetje hetzelfde verhaal. Nou heeft deze niet zo lang doorgereden erop. Maar ja, je zit allemaal metaal in het blok natuurlijk. Volgende verhaal is ook nog eens dat deze scooter had geen kenteken. Dus je ziet het er nu niet aan af, maar het was eerst dit frame. Dit frame wat daar bovenop ligt. En ja, ik wil iedereen wel even waarschuwen die een SimOrbit 2 gaat overzetten op een ander frame. Want deze voorpunt aan de voorkant is anders. Die is hoger. Dus daar moest ik aanpassing aan doen. En hier zit dus een veren ophanging onder. Nou, dat wordt echt kut trouwens om daar een veer op te krijgen. Zie ik nou, dan moet ik die tank er weer afhalen. Hier zit een pin aan waar die veer op hangt. Dat is anders dan het andere frame. Dat is echt scheidvervelend, want dan heb ik geen achterveer. Maar laat me zien waar zit dat. Kijk hier. Hier, zo hoort zo'n frame ophangen, normaal met zo'n fucking veer. Dus moet ik weer een andere veer gaan scoren. Of de boel om gaan lassen. Daar heb ik niet zoveel zin in, denk ik. Nou, eerst maar het blokje weer even samenstellen dan. Maar fucking kansloos dit. Maar ja, we moeten het maar mee doen. Ik moest echt slaan om deze eruit te krijgen. Het slaat nergens op. Moet je kijken, hij is ook hartstikke beschadigd aan de binnenkant. Het is echt niet iemand zonder verstand bezig geweest. Het is zelfs zo erg dat hij lichtelijk wat krassen heeft daarop. Moet ik gewoon met een wetsteen dat hij gat gaan maken. Dat is ook echt een recept voor fucking problemen. Het is echt niet cool. Met deze pistonpen de nauting aandruk krijg ik hem aan die kant er wel in, maar ik kan er niet eens normaal doorheen glijden. Dat is wel weer beun van hier tot Tokio. Nou ja, Knetterman die doet er wat mee. Mooi. Mooi niveau ervan. Maar goed, ik lost hem wel op. Ik was eigenlijk een wetsteentje, maar ik heb maar gewoon een vel en polijspapier gepakt. En de binnenkant goed schoongemaakt. En nou is hij weer super smooth, want nu kan hij in ieder geval normaal bewegen. Eerst kreeg ik hem er gewoon niet helemaal doorheen. Zo beschadigd was het. Nou, op hoop van zegen. Dit maar even schoonmaken. Andere pakkentjes erop. Ik moet nog weer olie halen, want dat heb ik ook niet voldoende. Dus starten worden er vandaag waarschijnlijk niet. Nou, we doen er wat mee. Hoi. Wat een feest, wat een feest. Zuigertje zit er mooi op. Altijd goed opletten, hè. Zo onderop heb je drie veertjes. En gewoon twee veren bovenop. Kan eigenlijk maar op één manier. In die onderste groef heb je die olieschraapveer met twee hele dunne veertjes. Eentje eronder en eentje boven. En die bovenste twee, ja, dat past maar op één manier eigenlijk. Want één van die twee, die is breder dan de ander.
En let ook altijd op met die G-clip. Als je die erin hebt, moet je even een rondje draaien. Als die er dan niet uitvloept, dan moet die eigenlijk gewoon goed zitten. Dus hier moeten we het mee doen. Maar ja, lullig. Hier staat echt op dat het voor een Orbit is. Voor een Orbit. Het zal een Orbit 1 zijn, want deze past er niet. Dan heb ik nog deze koppakking. Die is anders. Maar ja, die is wel heel. Dus ik denk dat ik die wel kan hergebruiken. Dan moet ik mijn vloeibare pakking op de voet doen, denk ik. Tenzij iemand nog ergens dat heeft liggen, dan kunnen we morgen vroeger even bekijken. Gaan we dan alweer verder. Schiet niet op zo, hè. Maar een beetje olie op de zuiger. Alvast heel mooi. Dan dacht ik dus vloeibare pakking te gaan gebruiken voor die voet. Maar dan kijk ik nog even goed. Zit hier gewoon nog een pakking op? Dat is ook apart. Ik heb net die groene pakking, je ziet er nog heel klein beetje ding. Even afgeskraapt. Maar goed, zit er nog voetpakking op. Dus ik smeer er nog een beetje vloeibaar op. En dan gewoon gaan we die banaan, denk ik. Gaan we die koppakking op me hergebruiken. Overlevend vast wel. Vloeibare chak erop, mijn. Volgende probleem. Die zuiger die is kleiner dan die ander. Dat is ook jammer. We moeten een andere zuiger bestellen. Hele spindekker.